ben ik. Wij zijn nu in Railcenter in Amersfoort en wij zijn hier omdat spoorwensdagen zijn. Dan worden allemaal wensen vervuld van spoorliefhebbers eigenlijk. En dat kan van oude mensen, jonge mensen, dik, dun, maakt allemaal niet uit. Iedereen kan een wens indienen. En vandaag gaan we de wens van Jasper bekijken. En Jeroen, die staat hier, die is Hallo. De wensvervuller. Noemen we dat zo? Ja wensvervuller ja, bij de spoorwensdagen. Ik vond het zo leuk dat jullie kwamen. Ja? Zo leuk. Waar gaan we heen? Hallo. Hallo. Hoi. Ik ben Marlie. Ik ben Jasper. Hoi Jasper. Dag Jasper. Ik ben Silke. Hoi. Hoi. Stefan. Marlie. Hallo. Vanessa. Marlie. Hoi. Dag Stefan. Vanessa. En dag Vanessa. Wat goed dat we met jou mee mogen kijken vandaag. Heb je het een beetje leuk? Ja? Wat is jouw wens eigenlijk die jij ingediend hebt? Om de directeur van de Nest te spreken. Oh. Zo, en wat ga je met hem bespreken dan? Hoe het is bijvoorbeeld om een spoor aan te leggen. Want je kan niet overal zomaar een spoor neerleggen. En waar wil je een spoor aanleggen dan? Van de koning en koningin. Ja? Naar de Efteling. En waarom? We hebben die een snelverbinding nodig naar de Efteling? Nou, voor als ze het willen is het wel handig. Ja. En de Koninklijke Intercity Direct. De Koninklijke Intercity Direct. Maar wil je niet van je eigen huis naar de Efteling? Nee. Nee. Die nieuwe trein, hè? Die we dadelijk gaan bekijken. Ja. Ja, ja. Die heeft een paar enkele nieuwe snufjes en die gaat zo'n 200 km per uur. Dan wil je hem vasthouden. Oké. Dit is hem. Het gaat in 2021 rijden. Okay. Die gaan we dadelijk kijken. Die zit in de kabine. Hé, waar zijn we nu in, Jasper? In de nieuwe Intercity. Oh, gelijk naar voren. We gaan gelijk, de rest jullie gaat. Wow. Kijk, dit doen we om een trein goed te kunnen ontwerpen. Hè? Kan de machinist goed bij alle knopjes? Kan hij alles goed zien? Kan hij hier in de microfoon spreken? Kan hij goed alles de metertjes zien? Kijk, en hier kan hij even wat omroepen. Kijk, Jasper, deze. Kan hij even bellen? Wow. Een speciale sfeerverlichting. Met name hier in de cabine zie je dat goed. Dan doe je de deur open en wat zie je dan als je binnenkomt? Een verschoningsplek zelfs. Kijk eens, een soort van in de zeven. Heb je al gezien wat voor nep wc het is? Ja. Ja? Het is gewoon allemaal hout, hè? Daar kun je niet echt iets op doen. Maar we kunnen wel testen, past hier een rolstoel in? Hè? En kan hij zich keren en kun je alles doen? Ja. Vervoersbewijs. Meneer, je moet voortaan de deur even dicht doen. Ik zie u zitten. Jasper, zie je wat hier allemaal gemaakt is? USB, dus je kan je app vasthouden en USB. Een muur hebben. Jeetje. Nieuwe. We gaan wel een heel spannend gangetje in. Nou. Dit is de trein van de koning. Hiermee kunnen ze naar de Efteling. Ja. Dit is de trein van de koning. De koninklijke trein. Wow. Dat zou wel kunnen doen. Dat je even naar binnen wil kijken, zeker. Kom, stel het even op. Ja? Nou, wat zie je? Oh, dit zie je echt niet. Jij was niet aan het. Dat is hetzelfde stuur als wat we straks hebben gezien, hè? We zijn met Jasper mee geweest en Jaspers wens is in vervulling gegaan. Hij heeft van alles mogen zien binnen NS. En hij werd overal enthousiast, vooral van knopjes en dat snap ik. Nou, heb jij ook nog een wens van wat je wilt zien? Dan laat het hieronder weten in de comments.